Welkom bij een nieuwe unboxing. De postbode stond weer voor de deur, zoals je ziet. Met een doosje van niemand minder dan Carlijn Noord. Uit Rotterdam. Die stuurde mij en de rest van de leden van de Dutch Beer Collective een berichtje. Of wij van hun een pakketje wilden ontvangen. En dat... Ja, daar zeiden we natuurlijk geen nee tegen. Dus je zal misschien op andere kanalen ook een unboxing op YouTube of op Instagram hier iets van gaan zien. Op de kanalen van Beekeek Holland, Thomas Opent en Beersburg Douglas. Die hebben hetzelfde pakketje gekregen. Ik ga nog niet precies vertellen wat erin zit, maar dat ga ik jullie even laten zien. Dus we gaan hem even openmaken. En je hebt misschien al het kanaal van, of op de pagina van de Brouwerij Noord kunnen zien wat het eventueel zou kunnen zijn. Het gaat hier namelijk om hun lagerlab-series. De vorige hebben wij ook gehad. Ik heb ze nog niet allemaal gereviewd. Ik heb er volgens mij nog wel een paar staan, volgens mij 1 of 2. Maar de vorige serie was eigenlijk een lager serie dan geïnspireerd op de Belgische klassiekers. En ik zal even lezen wat op het briefje staat. Hey Gerben, met trots willen we jou als een van de eerste laten proeven onze nieuwe serie Lagerlapbier. En dit is de Pre-Prohibition Series. En dus een beetje... geïnspireerd in de Pre-Prohibition serie bestaat uit een California Common, een Pennsylvania Swanky, een Philadelphia Cream Lager, een East Coast Porter. Stijlen die ik niet heel erg ken. California Common wel eens gehad, wel eens een Cream Ale gehad, niet een Cream Lager. Dit keer hebben ze gekozen voor een serie van 4 verloren lagers uit de tijd van de Amerikaanse drooglegging. Unieke historische Amerikaanse bieren die ontstaan zijn door een mix van Engelse en Duitse brouwtechnieken. Gebruik maken van grondstoffen die het Amerikaanse continent te bieden hebben. Echt super tof. De serie is gelimiteerd en via onze webshop www.noordshop te koop. Oh, kijk, dat is helemaal leuk. Er is ook een kortingscode. En met kortingscode kunnen jullie volgens 10% korting aanbieden. Nou, dus bij deze. Ik zal hem ook even vermelden onderaan de video. De kortingscode is lagerlab21. Dan krijg je dus 10% korting als je ze dus gaat bestellen via de webshop van Carlijn Noord. Dat zal ik even laten zien. Het staat op een briefje. Heel leuk gedaan. Heeft echt een beetje die Roaring Twenties vibe. De vormgeving ook allemaal. Echt heel tof. Ja, leuke stickers van Brouwerij Noord. Maar waar het natuurlijk om gaat, is het hele pakket. Dit is hem. Aan de achterkant. Ga ze niet allemaal uithalen, maar you get the picture. Het ziet er echt heel erg cool uit. Zoals ik zei, heeft echt een beetje die Roaring Twenties vibe. Zeker met die layout van de labels ook die op de flessen zitten. Dus een California Common, een Philadelphia Cream Lager, een Pennsylvania Swanky en een East Coast Porter. Echt heel tof. Zo ziet het pakketje er dus uit. Ik ga proberen er iets van te reviewen. Ze komen sowieso voorbij op Instagram en Untappd. En Facebook. Mijn tijd is vrij schaars. Zoals jullie weten. Maar ik wil deze toch wel graag ontvangen. Want ik vind dit echt een hele leuke serie. En Brouwerij Noord is sowieso echt een hele leuke brouwerij. En dit toont echt van heel veel lef als je dit gaat doen. De eerste keer. Maar ze doen het gewoon nog een keer.
Dus dat ja, is echt respect. Echt heel tof. Want meer lagers, altijd leuk natuurlijk. Ja, zoals ik zei, je gaat deze voorbij zien komen op andere kanalen ook van Thomas, Remy en Douglas. Geen idee wie wat gaat reviewen. Er komt in ieder geval iets voorbij. Geen idee wat en wanneer. Maar Brian wordt hartstikke bedankt voor het toesturen van dit ja, echt hele tof pakketje. En dit was hem eigenlijk weer voor deze unboxing. Ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers.